We zijn hier in het nieuwe project van de EBF-stichting. Maak de tuin deelgenoot van de buurt. Dat is het motto. De bedoeling is dat we een tuin gaan creëren waar zowel de bewoners van het Feitenhof wat aan hebben en de buurtbewoners en degene, de passanten die het leuk vinden om door deze tuin te gaan. Bij me staat Johan, de stratenmaker van Bovendorp en Celles. Het is te warm eigenlijk, hè? Ja, nou ja, op zich, het is wel mooi droog, hè? Het kan mooi schoon werken. Ja, dat scheelt natuurlijk wel, ja. En het is natuurlijk ook een hele mooie klus, hè? Hier zo, lekker bij het Feitenhof, koffie en thee, alles is klaar. Zeker, mooi uitzicht op de stad, heerlijk. Hoe lang denk je dat je nog bezig bent? En dat is niet om het nou op te jagen, maar het is natuurlijk best wel een groot project. Ja, ja, nou, we kunnen nog wel een paar weken vermaken hier. Hoor. Als we alles goed aan willen pakken, dan 2 weken sowieso. Ja. Nou, daar zou ik heel blij mee zijn. Ik had zelf nog 4 dag, maar goed, ja, daar valt het mee. Ja, nou, ene keer werken met heel veel mensen en dan zijn we met z'n tweeën. Dus ja, het is altijd een beetje, maar als we een beetje de gang erin houden, dan denk ik dat we met een week of 2,5 heel eind kunnen wezen. Nou. Je bent daar nu aan de straten, maar wat ben je daar nu precies aan het aanleggen? In principe zijn we de grindpaden die om het gebouw heen lopen, zijn we opnieuw aan het aanleggen. En de terrassen worden een tegelbreder. Ja, en dan op zich komen er nog plantvakken eromheen. En dan moet er grond nog bijgekomen. En dan maken we mooi gras erin. En dan komt er nog een jeudeboelbaan. Een jeudeboelbaan erbij. Ook nog kunnen mensen van genieten. En moet jij dat aanleggen, die jeudeboelbaan, of heb je daar andere vakmensen bij de firma voor? Nou ja, ik denk wel dat ik, ja, dat ik het mag doen. Oké, ik zou zeggen, veel succes. We komen beslist nog wel een keer weer filmen. We gaan straks even met de drone overvliegen. En dus niet bang als je een beetje geraas wordt. Helemaal goed. Dankjewel.